gaan praten over Tibet. Peter Slager, bassist van Bluff. Voert actie voor Tibet? Ja, want, zeker. Ja, dat kun je toch wel zeggen? Ja, voor Tibet eigenlijk voor... Nou ja, kijk, Tibet is... is natuurlijk een ding wat al zo lang speelt. 49 jaar bezetting. Alhoewel dat dan officieel niet zo heet als Tibet een onderdeel van China zou zijn. Ja. Maar goed, dat is dus de discussie, vind ik. In ieder geval, het dreigde natuurlijk een totaal vergeten kwestie te raken. Tot nu eigenlijk? Eigenlijk, ja. Nu in die gang naar die Olympische Spelen opeens... die dingen allemaal samenkomen. Toen zat jij als muzikant ook bij ons aan tafel. En toen zei jij, wij van Bluff hebben besloten om niet naar het Holland Heinekenhuis te gaan. Dat is zo'n plek daar waar dan gedurende de Olympische Spelen... Jacco van Heineken met een carnavalsmuts op. Ja. 40% van de vrouwen niet komt opdagen. Ja. Maar in ieder geval, dat hebben jullie gezegd, dat gaan wij niet doen. Dat is het enige wat we als muzikanten zo'n beetje even niet kunnen doen. Dat doen we dus niet. Heb je daar in de tussentijd al veel andere muzikanten in meegekregen? Nee, toch niet. Ik hoor weinig muzikanten die ook zeggen van... nou nee, wij gaan ook niet. Ik denk toch dat het ook binnen de kleine, beperkte muziekwereld... toch gevaarlijk gevonden wordt om radiostations of radiomakers... bedrijven als bijvoorbeeld Heineken voor het hoofd te stoten... met een dergelijk statement, denk ik. Ik had verwacht dat er meer reactie op zou komen. Tegelijkertijd denk ik wel dat het feit dat wij het gezegd hebben... dat het voor ons in ieder geval niet goed voelde... om en op het Ticket for Tibet Festival te spelen... en in het Holland Heinekenhuis in Peking. En dat is op 20 april, Ticket for Tibet Festival? Ja. En dat voelt voor ons niet goed. En het is toch verbazingwekkend hoe terughoudend mensen over deze zaak blijven. Op een hoop vlakken. Je hebt ook iemand meegenomen, Lothen Namling... Lothen Namling is Tibetaan. You live in exile, Lothen. Yes. Yes. Exile. Since when? Since I was born. So you've never been in Tibet? I've never been in Tibet. And what will happen when you go to Tibet? What will happen if I go to Tibet? Well, I think if I don't keep my mouth shut and, you know, if I say free Tibet or... even ask for the smallest right what human beings everywhere in the world would actually have or have, I think then I will be either put in prison or they will torture me or perhaps even kill me. That's what's happening in Tibet now. How important for you is the support from Peter and the other musicians? It's amazing. I met Peter and later on the band Bluff and my friends... Annika, Roy, and many other musicians. And this is important because for us Tibetans, especially in Tibet now, we want to show that there is a lot of people in this world who is supporting Tibet from their heart. And many musicians, and a lot of musicians I know, my friends Peter, they have really from deep inside, they have this strong urge to help people who are oppressed. Who are suffering. So it's not only about Tibet, but their basic concern for human beings. And plus their interest in Tibet has brought this great action to make this single we did, and to also be able to talk to many of their fans. And this is great. Ja, Peter, dat lied wat opgenomen is, dat is eigenlijk geen actielied in de zin van tegen China, maar het is voor Tibet. Ja, nou, kijk, waar gaat het over? Het liedje heet Als je ooit nog eens terug kan. En het gaat eigenlijk over de... Want dat is de Tibetaanse kwestie. Dat is de ultieme heimwee. Het is heimwee naar een plek waar je nooit geweest bent. En dat is, vind ik eigenlijk van een droefenis. Dat zou niet mogen bestaan. En dat geldt natuurlijk voor hem helemaal. Heimwee naar een plek waar hij nooit geweest is. Ja. Oké, ga daar naartoe, zou ik zeggen. Een stukje spelen. Goed, ik zal jullie gaan aankondigen. Want toetsen worden bespeeld door Bas Kennis. Jeroen Goossen speelt drums. Anneke van Giersbergen zang. En J.W. Roy gitaar en zang. En dan natuurlijk ook Lothen Namling, met wie we al even gesproken hebben. Before this, can I say something? Something. I'd like to thank everyone here, the band, and also you two for giving us this great opportunity. A platform where we can talk about Tibet. And I know Holland Dutch long time back when I was very small.
There's Dutch aid to Tibetans, which Tibetans know, and we have great heart for Dutch people. When I was very small, we had a sponsor, a lady, old lady, and she used to give us presents. And one time I remember she bought a wooden shoe from Holland, and I wore it, and I thought, what kind of people are there in this world? So, you know, it was really from that time I came to know about Holland. Thank you very much. Okay. Peter, nog één vraag om even te beantwoorden. Wat kunnen de mensen doen als ze de plaat te koop vanaf morgen in de winkel? Hoe gaat dat? Ja, je kunt vanaf 7 april is hij downloadable, zoals het tegenwoordig heet. Dus legaal, voor een klein bedrag. En vanaf 14 april ligt hij als een echte single die je vast kan houden in de winkel. Oké, dat is duidelijk. En op 20 april is het ticket voor het Tibet Festival. Dat zijn zo even wat data.